Wat kijk je? Ik kijk naar de traditionele Catalaanse volksdans, de sardana. Onze opdracht is ga naar Figueras, de hoofdstad van de Catalaanse volksdans. Leer de dans en laat hem zien op een plein vol mensen. Het is zo'n dans in een kringetje. Nou, op naar Spanje dan maar. Doei Frankrijk! We zijn aangekomen in Figueras en nu moet ik iemand proberen te zoeken die die dans kent met Simone. Ik ben alleen geen Spaans, maar het schijnt dat alle senioren die dansen de sardena doen. Dus we gaan het met deze man even meteen maar proberen. We waren op het pleintje bij de oude mannen, andere oude mannen, bij het politiebureau, bij de VVV, bij drie dansscholen en de gemeente. En alles was dicht en niemand wilde onze dans leren of ze kenden ook niemand die de dans wil leren. Maar we hebben iemand gevonden. Iemand bij de gemeente heeft een vader van 76 jaar oud en straks gaat hij ons de La Sardana leren dansen. Op een plein in La Figueras. La Rambla, het bekendste plein waar altijd gedanst wordt. Elke week eventjes niet. Alleen maar in het weekend. Dus ja, we hebben gedanst, maar het is niet bevredigend. We hebben in Google Translate vertaald of mensen toch met ons de Sardana willen dansen. Simone gaat het aan deze vrouwen vragen. No, no, no. Oké, die vrouwen willen dan met ons dansen. Ze halen nu nog een oude man over om ook met ons te dansen. Want normaal speelt op dat podium een complete band. En wij moeten met onze telefoon doen. Onze laatste opdracht is voltooid. We zitten nog maar een half uurtje verwijderd van Barcelona. Het is tijd om voor de grote wissel. Maar eerst...